zekere meneer Theo Heesakkers van de groenteveiling. Die belde en zegt, Ton, hij zegt, ik heb in Vinkeveen, camping De Achterbos, daar heb ik ook een camping met een kantine gepakt. En daar zitten heel veel Amsterdammers. En hij vraagt, er is een jongen en die wil heel graag even met jullie zingen. Kan dat? Ik zeg, nou, stuur hem maar. Ja. Dus hij stuurt hem en er komt iemand naar me toe en hij stelt zich voor en hij zegt, hallo, ik ben André. Als het nacht wordt, begin ik te leven. Overdag ben ik schuchter en koel. We zijn vandaag te gast bij de Overvechtse zanger Ton de Wit. En Ton heeft iets met André Hazes. Wat heb jij met André? Ja, behoorlijk veel. Ik heb 6 jaar met hem samen mogen werken. En een van de allermooiste hoogtepunten in mijn leven is natuurlijk ook het mogen begeleiden. Onder andere met optredens waar André dan uitgenodigd werd. En dan met zijn eigen orkestje dan het land introk. Het heilige der heiligen, waar we nu komen. Hij was niet zo bekend nog. Nee, toen nog niet, hè. Nee, de beginperiode, hè. En dus ik zeg, nou, zeg maar, wat wil je zingen? Nou, kom maar prima, Piove en al dat soort Italiaanse dingen. Nou, ik ben normaal zanger, slagwerker ook. Dus ik zat achter de drumstel. Ik tel af. Nou, het swingt de pan uit en die mensen hebben een feest. Nou, dat wil je niet weten. Zo grandioos, hè? Maar dat was samen met André, heb je dat al die zondagen gedaan? Ja, want die kwam natuurlijk extra naar die camping toe om met ons te mogen en te kunnen meezingen met al die nummers. En nog ook meer andere nummers ook natuurlijk, hè? Dit nummer, dat zeg ik improviseren, konden we net zo lang maken, dus dat we dat zelfde willen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, en dan gaat hij ons voorstellen en dan roept hij zometeen, ja, mijn echte naam. Maar toen heette, ja, Ton de Wit was nog niet zo, hè. Maar dan noemt hij dan mijn eigen echte naam. En hoe kwam daar een eind aan, Ton? Nou, André werd natuurlijk steeds populairder. Hij kreeg eigenlijk ook veel mensen om zich heen die gelukkig een soort kringetje kwam er om hem heen. Die hem min of meer beschermde. En zorgde ervoor dat hij dus niet meer in dat hele goedkope, zoals met ons, zich moet gaan verkopen. Zo'n platenmaatschappij, die denkt daar veel anders over. En die denkt natuurlijk aan grote orkesten. En niet meer met een duootje of een triootje optreden. Dat is er dan niet meer bij. Maar dus waren er nog wel contacten dan daarnaast? Ja, zeker. Want als er bijvoorbeeld een verjaardag was van hem of van mij, dan ontmoeten we elkaar altijd. Dat bleef wel. We hebben hem eigenlijk los moeten laten, omdat hij eigenlijk nog groter, nog te groot werd voor ons. Ja, ik zit achter het slagwerk. Jopie erbij, zijn neef, is gitarist. En dat andere organist, dat is die Wolfgang. Hè? En hoe was het als mens om met André om te gaan? Ja, dat was ook gewoon heel goed. Absoluut. Ik bedoel, hij heeft zijn manieren en het drinken. Hè? Dat was natuurlijk iets wat dat zat er als kind of aan en thuis meegemaakt, hè, in Amsterdam. Dus dat was iets voor hem heel normaal was. En ik had daar geen problemen mee. Want bij begeleidde hem met de muziek. En dan was het afgelopen, dan ging hij meestal weg. En dan bleven wij de avond volmaken voor de gasten, zeg maar, waar we dan nog waren. Maar je noemde het net drinken. Dat had geen invloed op zijn zang. Nee, zeker niet. Dat ging alleen maar beter. Nou, zijn we voor u. Geitenbeek. Geitenbeek, is mijn eigen naam, hè. Hoe is het geweest toen jij hoorde dat hij ziek was en later overleed? Ja. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb het daar heel slecht mee. Nu weer, maar ik mis hem. Ja, zeker weten. Nu heb jij iets heel bijzonders van hem gekregen, toch? Ja. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, hij kwam naar me toe en hij zei, Ton, ik ben verleden week in de studio geweest. En daar hebben we een nieuwe opname gemaakt. En dat willen we dus uit gaan brengen. Alleen de mensen die daarover beslissen, dat is natuurlijk een platenmaatschappij. Ja. Nou, hij zat er toen de tijd, heeft ook nog bij Phonogram gewerkt. Ladehand natuurlijk bij EMI. En toen gaf hij me een cassettebandje en daar stond een nummer op. Heb ik het weer even slecht natuurlijk, maar goed. Kees nagaan, dus hoe echt dat allemaal is nu ook, hè. Maar goed, een cassettebandje. En hij zegt, luister maar thuis. Hij zegt, hoor ik wel wat je ervan vindt. Ja, is goed, joh. Het nummer van André Hazes. Als een meisje moeder wordt, moet ze zoveel laten staan. Dan is het met haar jeugd en met haar vrijheid snel gedaan.
Zal ik je vertellen, Joke? Mijn ouders waren 40 jaar getrouwd. Ja. En die waren in diezelfde groenteveiling aan de Kroezelaan. Ja. Hielden ze dus hun feesten. En ja, omdat ik natuurlijk met André hele goede contacten had, vroeg ik ook aan hem. Kom s'avonds even op die bruiloft, hè, van mijn ouders. Kom even zingen dat nummer, hè, Eenzame Kers of weet ik veel. Hè. En alles was aanwezig, natuurlijk instrumenten, kortom alles. En op een gegeven ogenblik, wat gebeurde er? Mijn moeder die hield goed in de gaten wat er allemaal gebeurde op die avond. Ja. En zo vertelde ze dat. Hé, Tony, er is volgens mij een vreemde man hier binnen. Die loopt maar te drinken van ons en dergelijke. En hij heeft grote snor en zo. En die hoort hier niet, die moet eruit hoor. Die hebben wij niet uitgenodigd, die kennen wij niet. Ja. Maar hun wisten nooit dat ik André uitgenodigd had. En hij moest natuurlijk in die verschijning, zoals het laatst op die foto met die stoor, dat hij er een beetje uitzag als een boef natuurlijk. Ik zeg tegen mijn moeder, ach Lama, die komt misschien wel even iets bespreken met de meneer Theo, weet je wel. En dus laat hem maar. Ja, nee, maar hij moet niet te lang blijven, want dan gooien we hem. Ik zeg, rustig nou maar. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou Lama, dan niet lang meer in spanning houden. En dus gaan we het vertellen. Dus ik loop met de microfoon en ik kondig aan. Ik zeg, en hier is André Hazes. Nou, toen was mijn moeder natuurlijk wel blij. Als een ijsje moeder wordt, u moet ze zoveel laten staan. Dan is het met haar jeugd en met haar vrijheid snel gedaan.